Martijn Meerbeek. Het is vandaag een prachtige dag, want ik ga jullie deze prachtige hobby buscamp helemaal uitlichten. Dit is de hobby Fontana On Tour Edition K60 FT. Prachtig model is dat. Laten we eerst beginnen met de buitenkant. Hobby is al inclusief. Het houdt in, alle opties zijn dus zijn op deze camper voorzien. Je hebt hier de dagrijverlichting, standaard voorzien bij de hobby. Prachtig. Je hebt de lichtmetalen aluminium velgen in een zwarte kleur. Daardoor oogt de wagen zeer stoer. 16 inch. Boven op het dak heb je de Thule omnisterduifel in een hele mooie elegante zwarte kleur. Prachtig. Kijk ook deze ledstrip boven de deur. Dat fungeert ook als een regenafvoer. Als het hard regent buiten bijvoorbeeld. De opstap, die gaat in en uit. Kun je makkelijk de camper inkomen. Hier weer zo'n mooie velg. Kijk ook hier. Dit is natuurlijk altijd prachtig van de buscampers. Die twee enorme grote deuren. Zo staan ze dicht. Zie je de achterkant. Met de twee mooie achterramen. En zo doe ik ze weer helemaal open. Zo. En dan kun je de camper helemaal mooi gaan beladen vanaf de buitenkant. Nou, de hobby camper laat ik u dadelijk ook van binnen zien. Maar dit is nog even iets aan de buitenkant. Die prachtige deur. Die gaat heel simpel open. Hoef ik helemaal geen kracht voor te verspillen. En zo zit hij mooi. Zo is hij mooi open. Doe ik hem weer dicht. En daarmee sluiten we de buitenkant af. Ik ga hem u nu van binnen laten zien. Kijkt u met mij mee? Kom mee, we gaan naar binnen. Doe de deuren open en dan komen we als eerst de koelkast tegen. Die is heel handig, want die is van twee kanten te openen. Dus kun je lekker wat kouds te drinken pakken op vakantie. Prachtig is dat. Ik doe hem weer dicht. Gaan we naar binnen via deze mooie opstap. En dan komen we hier eerst boven een paar bedienpaneeltjes tegen. Kijkt u maar met mij mee, dan laat ik ze zien. Hier heb je het geheel vernieuwde hobby bedienpaneel. Kun je alle lichten mee bedienen, aan en uitzetten. Kun je de accu's controleren, dit is de huishoudaccu. Die is bijna helemaal vol, ziet u, aan de blauwe lampjes. En dit is de auto-accu van de Citroën Auto. Die is niet helemaal vol, ziet u. Kun je ook de waterniveaus controleren, dit is het vers water. Die tank is nu leeg, ziet u. Hier kun je ook de navigatie mee aan- en uitzetten. Dan druk je op het muzieklogoetje. Erg leuk is dat. En je hebt ook Hobby Connect. Dat gaat met dit Bluetooth logo hier. Dan druk je gewoon even een tijdje met je vinger op die knop. Totdat die lampjes heen en weer gaan. U ziet hem, het blauwe lampje. En dan pak je je telefoon erbij. Ga je verbinden met de Hobby Connect. Via de Hobby Connect. En dan kun je alle lampjes en dergelijke ook bedienen via je telefoon. Hele leuke feature is dat. Komen we aan in de cabine van de geheel vernieuwde Citroën. Dan hebben we eerst de multifunctionele stoelen. Nou, die stoelen zitten allereerst heel prettig. Je kan ermee naar voren en naar achteren. En hier zitten ook grepen. Kun je het zitvlak omhoog doen en naar beneden. Zo ziet u dat. Kijk. Dan denk ik met deze twee grepen. Die zitten heel handig aan de zijkant gepositioneerd. Kun je dat heel fijn mee bedienen. Kijken we nu even een stukje van het autogedeelte. 6 versnellingen. En de ruitenwissers, die werken ook. Zo weer uit. 6 versnellingen. Je kunt de cabine ook helemaal verduisteren. Met Remy's cassettes. Die zitten zowel voor het grote raam als voor de twee zijramen. Airco heb je. Achteruitrijcamera zit er ook op deze camper. Dat wil je natuurlijk ook hebben op zo'n buscamper, dat je alles goed om je heen kunt zien. Gaan we weer naar het campgedeelte toe. Hier heb je een tafel. En die tafel kan ik veel groter maken. Want hier beneden zit een zwarte knop. Die doe ik naar beneden. Zo. En dan schuif je zo dit extra deel tafel eruit. Waardoor je dus een hele grote zitplek creëert. 1, 2, 3, 4. Met z'n vieren kun je hier dus lekker van een kopje koffie gaan genieten. Ideaal.
Zo doe ik hem weer helemaal terug. En daar zit hij weer. Lopen we verder in de camper. Kijk, hier ziet u een tv. Want deze hobby is ook voorzien van een schotel op het dak. Een volle automatische schotel op het dak. Kunt u dus ook heerlijk tv kijken op vakantie. U heeft ook warm water in de camper. Dat ga je hier allemaal bedienen. Dit is de Combi 4 boiler / kachel. De camper met de temperatuurstaaf. Daar regel je de temperatuur per graad mee. Tot 30 graden. Super handig systeem. Heel goed ook. En bij de tweede mogelijkheid ga je de boiler regelen. Eco-stand, hot en een boost-stand. Dat is voor het warme water. En dit is de ventilatie. Kun je daar allemaal regelen. Wat er ook altijd bij zo'n combi-boiler zit, is de frost control. En bij die busjes, busjes zijn heel handig, hebben ze dat hier gepositioneerd. Dus daar kun je super makkelijk bij. Helemaal geweldig is dat. Komen we aan in de keuken. Hier heb je een mooi tweepits gasfornuis. En een super leuke waterkraan. Die doe je zo omhoog. En dan zo naar de spoelbak toe. En weer terug. Zo. Heel veel opbergvakken. Dit is de besteklade. Overal stopcontacten in de camper. Daar kun je er niet genoeg van hebben natuurlijk. En dan komen we hier in de badkamer van de hobby. Die is heel leuk, want nu fungeert het als een toiletruimte. Die toiletpot is ook draaibaar. Maar hier ziet u hem al, een douchegordijn. En je kunt dit deel eruit halen, deze plank. En daar heb je dus iets meer staan. Ruimte, daar kun je ietsjes meer staan. En hier zie je dan ook het stopje. En dan fungeert het als een badkamerruimte. Prachtig is dat. Doe ik hem weer terug. Zo. En dan sluiten we hiermee deze ruimte af. En dan krijgen we hier het bed. Een heel groot bed. Zoals u ziet. En het bed kun je ook helemaal ombouwen tot beladingsruimte. Dadelijk kun je zien dat die heel simpel en snel gedaan. Dit matras halen we eruit. Die leggen we gewoon eventjes rechts neer. En dit gaat heel makkelijk omhoog. En deze kun je zo heel makkelijk uitschuiven. 1 en 2. Die schuif ik er zo uit. En dit gaan we natuurlijk ook vastzetten. Dat doen we met deze bandjes. Die bandjes gaan zo naar beneden. Ziet u dat? Die bandjes gaan zo naar beneden. En dan kun je hem hier heel handig inschuiven. Er is ook nog een tweede bandje. Die pak ik ook eventjes. Zo. Een tweede bandje. Die schuif ik er ook in. En die schuif ik er ook in. En dan heb je hier allemaal ogen zitten. Dan heb je dus shorebanden nodig. En dan kun je hier bijvoorbeeld je mountainbikes neerzetten. Wat u maar wilt, wat u maar op vakantie mee wilt nemen. Nou, geweldig. Bij hobby is ook altijd heel veel aan kastruimte gedacht. Je kunt dus alles meenemen op vakantie. De camper heeft ook een heel hoog laadvermogen. Dat laat ik u aan de buitenkant op de prijskaart allemaal even zien. Kom maar mee, we gaan naar buiten. Kijk, hij heeft een eigen gewicht van 2700 kilo. En is maximaal toelaatbaar tot 3500 kilo. Dus hij heeft een laadvermogen van 800 kilo. U kunt dus heel veel spullen meenemen op vakantie. Nou, hij is met alle mooie accessoires voorzien. Hobby all inclusief. Wat ik al zei, schotel. Achteruitrijcamera heeft hij. Die mooie aluminium velgen, tulle luifel op het dak. En dit allemaal voor een prijs onder de 80.000 euro. 79.889 euro. En dan heb je een hobby camper van. Helemaal alles compleet, al inclusief. Hij is prachtig, u heeft hem gezien. En ik nodig u uit om hem in Doetinchem te komen bekijken. Want het is super leuk om dat bed omhoog te doen. En dan te zien hoe handig er allemaal over na is gedacht bij de hobbyfabriek. U kunt de camper ook alvast bekijken op www.meerbeek.nl. U bent van harte welkom in Doetinchem.
Thank you.